Goedenavond, broeders en zusters. Goedenavond. Fijn om hier weer te zijn, in uw midden. Dat we de Heer zo mochten groot maken. Door lof, prijzen en aanbidding, want zijn geest is hier. Amen. En waar de geest des Heeren is, daar is vrijheid. Amen. Vrij is de naam van Jezus. Beleid, proclameer en beleef ook de vreugde die heeft in Jezus Christus. Ik zal met u een aantal teksten door gaan nemen. Je hoeft ze niet allemaal op te zoeken. De teksten die we gezamenlijk gaan lezen, dan zal ik dat wel zeggen. Dan kunnen we die even opzoeken. De vreugde van de Heer is er voor u. Deze schriftgebaseerde teksten die zijn er om u te bemoedigen en te versterken. En te vinden en te houden. De vreugde die u heeft in Jezus Christus, onze Amen. Heer. Spreuken 17 vers 22, daar staat. Een blij hart bevordert de genezing. Amen. Maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik wil lachen vandaag. De vreugde is het medicijn. En lachen is het medicijn voor mijn gezondheid. Dus wees vreugdevol en lach. Dat bevordert uw genezing. Staat in de Bijbel. Het is Gods woord. Johannes hoofdstuk 15, vers 9 tot en met 12. Mag je wel opzoeken. Johannes hoofdstuk 15. Johannes hoofdstuk 15 vers 9 tot en met 12. Heeft iedereen het inmiddels gevonden? Er staat het gebod der liefde. Gelijk de Vader mij heeft lief gehad, heb ook ik u lief gehad. Blijft in mijn liefde. Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven. Gelijk ik de geboden mijns vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde. Dit heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worden. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijk ik u heb lief gehad. Staat hier, heb elkaar lief. Zoals de Vader van de Zoon houdt, zo houdt de Zoon van mij. Ik zal gehoorzaam zijn en zijn geboden bewaren. Ik wil in de liefde van de Vader zijn, zodat mijn vreugde overstroomt. In Jesaja 61 vers 3 staat... Om aangaande de treurenden van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as. Vreugdeolie in plaats van rouw. Een lofgewaad in plaats van hun benauwde geest. Opdat zij genoemd worden eiken van de gerechtigheid. Een planting door de Heer om hem te verheerlijken. Galaten 5, vers 22. De vreugde is een gave van de geest. En de geest woont in mij. Bent u vervuld met Gods geest? Dan heeft u ook de vreugde. En die is in uw leven. Psalm 16, vers 11. U maakt mij het pad ten leven bekend. Overvloed van blijdschap is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand. Voor altijd. Wij mogen ons vasthouden. Ook aan deze tekst. Want het pad ten leven is je bekend. Overvloed en blijdschap zullen je deel zijn. Psalm 27 vers 6. Nu heft mijn hoofd zich omhoog. Boven mijn vijanden die mij omringen. Ik zal in zijn tent offers brengen. Onder het geschal van trompetten. Ik zal zingen. Je hebt psalmen zingen voor de Heer, zoals wij zo net vreugdevol waren, een lied voor onze Heer brachten. Zo mogen wij ook opgaan, ook in ons leven, ook in ons dagelijks leven. Daarin mogen wij uittreden naar buiten. Daarin mogen wij een getuige zijn in alles wat er rondom ons is. Klamp je deze teksten vast, proclameer ze, hecht ze in je ziel. Wees blij en wees vreugdevol. Psalm 37, vers 4. Schep vreugde in de Heer, dan zal Hij u geven wat u verlangt. Ook het woord wat Ilse net doorgaf. De Heer wil je alles geven.
schep ook vreugde in hem. Psalm 43, vers 4, daar staat, zodat ik kan gaan naar Gods altaar, naar Gods, mijn blijdschap en mijn vreugde. Staat best wel vaak in de Bijbel, hè? Vreugde en blijdschap. En ik heb nog niet eens alle teksten genoemd. Psalm 51, vers 12. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Wat er ook gebeurt, dat wat er ook om mij heen zal zijn, dat ik standvastig blijf, dat ik in de vreugde blijf. We gaan lezen Psalm 100, vers 1 tot en met 5. Psalm 100. Iedereen eens? Looft God in zijn tempel. Een psalm bij het lofoffer. Juicht de Heere, gij ganse aarde. Dient de Heere met vreugde. Juichen en vreugde wordt bij elkaar. Komt voor zijn aangezicht met gejubel. Erkent dat de Heere God is. Hij heeft ons gemaakt. En hem behoren wij toe. Zijn volk, de schapen die hij weidt. Gaat met een loflied zijn poorten binnen. Zijn voorhoven met lofgezang. Looft hem, prijs zijn naam. Want de Heere, hij is goed. Zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. En zijn trouw tot in verre geslachten. Toch weer vaak wordt dat genoemd in een psalm. Vaak lees je eroverheen. Maar als je erbij bepaald wordt dat je vreugde vol bent in de Heer, dat je vol kunt zijn van zijn geest, dat je daarin uit kunt overstromen en overvloeien en uitdelen naar je omgeving. Als je dat beseft en realiseert, dan staat er heel veel in deze psalm. In Spreuken 15 vers 30 staat, het licht in de ogen verblijdt het hart. Een goed gerucht verkwikt de beenderen. Van goede berichten, daar word je vrolijk van. Daar word je innerlijk door gesterkt. Ik zet een lach op mijn gezicht, wetende dat een blijde blik vreugde brengt in het hart. En dat is goed om je dat te realiseren. Als je vreugdevol bent, dat je ook een glimlach op je gezicht hebt. Jeremia 29, vers 11 tot 13. Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heer. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad. Namelijk om u een toekomst en hoop te geven. Dan zult u mij aanroepen en heen gaan. U zult tot mij bidden en ik zal naar u luisteren. U zult mij zoeken en vinden wanneer u naar mij zult vragen met heel uw hart. Er staan een aantal rijke beloftes in. God zal luisteren. Maar je moet wel bidden. Je zult God vinden. Maar je moet hem wel zoeken. En je moet vragen. Met je hele hart. Het moet je wat kan schelen. Het moet je wat uitmaken. Romeinen 15 vers 13. De God nu van de hoop. Mogen u vervullen met blijdschap. En vrede. In het geloven. Opdat u overvloedig bent in de hoop. Door de kracht van de Heilige Geest. Amen. Hebreeën 1 vers 9. U hebt gerechtigheid lief. En u haat ongerechtigheid. Dat is de Geest van God. Die zit in je. Daarom heeft u God u gezalfd. O God. Met vreugde om. Boven uw metgezel. In Hebreeën 13 vers 15. Laten wij dan altijd door hem een lofoffer brengen aan God. Namelijk de vrucht van de lippen die zijn naam belijden. Jacobus, hoofdstuk 1, vers 2 tot 5. Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Het lijkt niet leuk. Maar acht het enkel. Beschouw het, zie het als een vreugde, als daar verzoekingen en verleidingen zijn.
Want u weet dat door, als je stand houdt, dat door de beproeving van uw geloof, dat er volharding komt. En laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets tekort schiet. En als iemand van u in wijsheid tekort schiet, laat hij die dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt. God zegt niet, ach dompie, dat wist je toch. Nee, God zegt, kom bij me. Fijn dat u bij me komt. Ik zal je wijsheid, ik zal je van mijn geest geven. En als je erom vraagt, het zal gegeven worden. 1 Thessalonicenzen 1 vers 6. Ook bent u navolgers geworden van ons en van de Heer toen u het woord aannam, te midden van veel verdrukking, maar met blijdschap van de Heilige Geest. Dat geeft je de kracht om vol te houden, om stand te houden en om door te zetten. In 1 Thessalonicenzen 5 vers 16 tot 18. Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Ik zal het nog eens voor u. 1 Thessalonicenzen vers 5, vers 16 tot 18. Verblijd u altijd onder alle omstandigheden wat er is. Wees blij in de Heer. Bid zonder ophouden. Ga door, ook als je moe bent. Blijf bidden. Dank God voor alles. Wees dankbaar dat je leeft, dat je hier bent. Dat je in het gebouw zit, dat het hier warm is. Dat je verlichting hebt. Wees blij en dank God voor dit alles. Want dat is de wil van God in Christus Jezus voor u. 1 Petrus 1 vers 8. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem niet ziet, maar gelooft, verheugt u met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Filippenzen 1 vers 6. Ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal, tot op de dag van Jezus Christus. En deze beloftes uit de schrift, er zijn er nog vele meer, maar deze, zijn bronnen van leven. En ook als het moeilijk is, mogen wij ons verheugen in het leven met Jezus Christus. Het is een opdracht. En dit hoort ons hele leven te vervullen en te doortrekken. Zo zijn wij de levende getuigen van Jezus Christus, door de kracht van de Heilige Geest, die ons in overvloed geschonken is. Hierna moeten wij zoeken, we moeten hem ons toe-eigenen, zodat het een levensstijl voor ons is geworden. Maar ja, wat nu? Als het nu allemaal anders is. Als nu echt alles anders is. Zien we in de geschiedenis van Hiskia. Daar lezen we in Jesaja, hoofdstuk 36, 37, 38. Jesaja, hoofdstuk 36 en verder. Je kunt wel koning zijn. Voor het zeggen hebben in je koninkrijk. Doe dit. En het gebeurt. Of haal het beste. Ik heb dat kleed gezien. Ik heb die diamanten gezien. Die wil ik hebben. Het gebeurt. Je bestelt andere dingen. Sieraden. Ik weet niet of een vliegtuig of een auto. Je bent koning. Je dienaren doen dat. Het gebeurt. Het wordt geregeld. Toch zijn er dingen en zaken die niet lopen zoals jij ze graag ziet. In ons eigen koninkrijkje is dat net zo. Niet alles heb je in eigen hand. En niet alles gebeurt zoals jij wil. Zo koning Hiskia. Als je deze geschiedenissen bestudeert, zul je erachter komen dat ook deze koning, hij was wel koning. Hij had het voor het zeggen, maar hij had ook zijn probleem. En het waren geen geringe problemen. Het land werd zwaar bevochten. De stad Jeruzalem werd bedreigd door Sanherib. Leugens en ook bedrog waren rondom hem. Ziekte, zelfs zijn sterfbed werd aangekondigd. De verleidingen om het hele huis aan naar Babels gezantschap, de vreemden te laten zien. Ook dat zijn beproevingen aan alle kanten.
En dan ben je een koning. Je hebt het voor het zeggen. Maar je wordt niet gespaard. En wat was nou de houding, het gedrag van Hiskia op al deze problemen en moeilijkheden? Hoe doen wij dat met tegenslagen, ziekte en verlies? Wij lezen in hoofdstuk 37 van Jesaja vers 14. Wat doen wij met slechte berichten? Onze tegenvallers zijn. Onze zaken zijn waarin we verkeerd worden behandeld. Of er in een verkeerde voorstelling van zaken is. Er klopt wat niet. En verder. Jeruzalem wordt door Sanherib bedreigd. De legers liggen rondom. De leiders komen bij de muur. En zeggen, ach die koning van jullie. Vertrouw je nou op hem? Dat wordt tegen die onderdanen gezegd. Vertrouw je nou op hem, op die koning? Die koning die zegt dat God bestaat en dat God hem zal redden. Kijk toch rondom je, daar klopt maar niks van. Nee hoor. Vertrouw maar op ons. Ik zal je wel helpen. We zien dat in hoofdstuk 36. Dat het volk. Zo wordt bewerkt. Wordt getracht over te halen. Kom maar bij mij. Bij mij kun je alles krijgen wat je wilt. Vertrouw me niet op die koning die de offerhoogten heeft verwijderd. Die de baals en de afgoden heeft weggedaan. Nee, bij mij is het veel beter. Totdat je het niet gedaan natuurlijk. Hiskia wist dat wel. Dat dit zou gaan gebeuren. Hij had ook sindsdien daar aan het volk de opdracht gegeven. Als dat gebeurt, zeg niets. Zwijg. Ga hier niet op in. Laat het aan je voorbij gaan. Als je erop ingaat, kom je in discussie. En dat verlies je. En wat doet koning Hiskia? Hoofdstuk 37. Al deze slechte berichten. Wat is zijn keuze op dat moment? Hij scheurt zijn kleren, bedekt zich met een rouwgewaad en ging het huis des Heeren binnen. Hij ging zich niet beklagen bij zijn dienaar, bij misschien wel een andere koning. Och, wat is mij nou toch gebeurd? Wat erg allemaal en wat moet ik nu? Hij vernederde zich voor Gods aangezicht en ging naar de tempel, ging het huis des Heeren binnen. Zijn dienaren stuurde hij naar profeet Jesaja. Die kwamen terug met het bericht. Zo zult gij tot uw Heer zeggen. Zo zegt de Heer. Vrees niet voor de woorden die je gehoord hebt. Waarmee de hovelingen van de koning van Assur mij gelasterd hebben. Zie ik zelf een geest in hem. En hij zal gerucht vernemen. Zodat de vijand naar zijn land zal terugkeren. Je moet wel de goede keuzes maken. Je moet wel Gods aangezicht zoeken. En niet mensen die met je meejammeren en graag. Bleef je niet bij. Er komt nog een keer weer een aanval. En wat krijgt Hiskia dan te horen? Zo zult gij zeggen tot Hiskia, de koning van Juda. Stuk 37 vers 10. Laat uw God op wie gij vertrouwt u niet bedriegen. Nou, dat wordt je maar gezegd. Jeruzalem zal niet in de macht van de koning van Assur gegeven worden. Deze brief, misschien kreeg er ook een brief bij om zich natuurlijk tot overgave te geven. U krijgt ook vast wel eens een slecht bericht. Wat doet u daarmee? Wat doet u? Nou, een slechte berichten. Wat is uw keuze dan? Gaat u het openmaken? Gaat u bestuderen? We zien, dit is heel bijzonders. Hiskia nam de brief aan.
en spreidde hem uit voor het aangezicht des Heeren. Hizkia ging naar de tempel en bracht de brief voor Gods aangezicht en legde hem op het altaar. Het is uw zaak, Heer. Het is niet mijn zaak. Verneder je voor God, voor zijn aangezicht. En wat doet Hizkia? Geen oppervlakkig gebedje. Nee. Met heel zijn hart roept hij uit. Gij alleen zijn God over alle koninkrijken der aarde. Gij hebt de hemel en de aarde gemaakt. Neig, Heer, uw oor en hoor. Open, Heer, uw ogen en zie. Hoor al de woorden van Sanherib, die hij heeft doen overbrengen om de levende God te honen. Waarlijk, Heren, de koningen van Assur hebben alle landen en hun gebied verwoest en hun goden in het vuur geworpen. Want het waren geen goden, maar slechts het maaksel van mensenhanden, hout en steen, en daarom hebben zij die kunnen vernietigen. Nu dan, Heer onze God, verlos ons uit zijn macht. Dan zullen alle koninkrijken der aarde weten dat gij, Heere, alleen God zijt. Dat is een oprecht gebed. En God antwoordt ook. God geeft een antwoord op dit gebed. Langs de weg waar deze koning gekomen is, zal hij terugkeren. En in de stad zal hij niet komen, maar het woord is hier. En ik zal deze stad beschutten om haar te verlossen om mijnentwil. En ter wille van mijn knecht David. En wat gebeurt er toen? De engel des Heren ging uit en sloeg in het leger van Assur 185.000 man. Je kunt je het niet voorstellen. Misschien is het wel de hele stad zwoord. Het waren allemaal lijken, onvoorstelbaar. Werd de koning veel te gek, Sanherib. Hij aanvaarde de terugtocht. En toen hij zich neerboog in zijn tempeltje voor zijn goden, werd hij gedood door zijn zoon. En dat was het antwoord van God op de brief die Hizkia had gegeven. Zijn er nog niet. Het leven van Hizkia en het koninkrijk gaat verder. Maar hij werd ten dode toe ziek. Toen kwam de profeet Jesaja bij de koning. En zei, tref uw beschikkingen. Want gij zult sterven. En niet herstellen. Het wordt je maar gezegd door de profeet. De profeet die de woorden van God bracht, altijd redding, hoop, bevrijding. En nu maakt Hizkia weer de keus. Hij maakt de keus om God te dienen. Want Hizkia keerde zijn gelaat naar de land. En bad tot de Heer en zei, ach Heere, gedenk toch dat ik voor uw aangezicht in trouw en met een volkomen toegewijd hart gewandeld heb. En gedaan wat goed is in uw ogen. Hizkia weende luid, met hart en ziel, alles wat in hem was. Dat was zijn keuze. Hij zegt niet, laat de notaris komen, die krijgt dat, die krijgt dat. Niks, nee. Hij riep tot de Heer. Het woord des Heeren komt weer tot Jesaja. En hij zegt, ga naar Hizkia. Zo zegt de Heer de God van uw vader David. Ik heb uw gebed verhoord. Ik heb uw tranen gezien. Zie, ik zal aan uw levensdagen 15 jaar toevoegen. En ik zal u en deze stad uit de macht van koning van Assur redden. En deze stad beschutten. En dit zal u het teken zijn van des Heeren kant dat de Heer ook doen zal wat hij gesproken heeft. Zie, ik doe de schaduw. Op de treden waarlangs zij door de zon op de trap van Agaas is afgerald, 10 treden teruggaan. En de zon ging 10 treden terug op de treden die zij gedaald was. Hizkia wordt niet alleen genezen. Je krijgt niet alleen de beloftes. God vond het zo belangrijk
Daar heeft de schepping eraan verbond. De schepping, het is een wonder, want er gebeurt iets tegennatuurlijks. Een wonder is een tegennatuurlijk iets. Een tegennatuurlijk iets was dat Hiskia zou zijn gestorven. Maar er was een wonder, hij leefde. De zon ging ook 10 treden terug. Het is zelfs zo dat bij de NASA zijn tijdsrekening hielden naar het verleden. Er waren 2 momenten in de tijd dat er iets niet klopte. Er was een wederom geboren christen. Die kwam toen bij de NASA en die zei, dat klopt, het staat in de Bijbel. De eerste keer was het gedeelte dus met Hiskia. Toen heeft de God, de schepper, de van hemel en aarde, de God die dien, heeft de zon toen terug doen gaan, waardoor de dag langer was. En het staat ook in Jozia hoofdstuk 10. Volk Israël moest zijn vijanden verslaan. Het waren er zoveel, dat ze zouden het niet redden in 1 dag. Toen sprak ook Jozia, zon, sta stil. De Gibeon, je maan staat stil in de dal van Ajon. Net zolang totdat Israël zijn vijanden had verslagen. En dit klopte exact met de tijdsrekening die de NASA nodig had. En zo konden ze dus die leemtes invullen geven. Het staat in Gods woord, het stond in de Bijbel. Bijzonder, hè? Amen. Het leven van Hiskia gaat weer verder. Ik geef nog een danklied voor God, zoals wij ook een danklied hebben gehad. Dankbaarheid. Komt er een verleiding? Het is natuurlijk wel heel bijzonder, ook de koningen rondom. Hiskia hebben natuurlijk wel gehoord van, nou, is ten dode toezien. Hij is genezen. Nou, dat is toch wel bijzonder. Er komt inderdaad een gezantschap uit Babel. Want ze hadden ook gehoord, Hiskia, ziek, je volledig genezen. Hiskia weet dat ze komen en hij verheugt zich over hun komst. Want dat wil hij wel vertellen. Wat zijn God voor hem heeft gedaan. Hij was echt verheugd. Hij was echt verblijd. Hij was zo blij. Hij liet hun alles zien. Alles. Zonder uitzondering. Er was niets in zijn paleis, in zijn gehele rijk, dat Hiskia hun niet liet zien. Toen kwam God naar Jesaja, de profeet, en zegt: vertel Hiskia. Vraag, wat hebben die mannen gezien? Hiskia antwoordde, uit een ver land zijn ze tot mij gekomen. Daarna vroeg op Jesaja, wat hebben ze gezien? Hiskia antwoordde, alles wat in mijn paleis is, hebben ze gezien. Er is niets onder mijn schatten dat ik hen niet heb getoond. Toen zei Jesaja tot Hiskia, hoor het woord van de Heer der Heerscharen. Er zullen dagen komen dat alles wat in uw paleis is en wat uw vader opgestapeld hebben, tot op deze dag naar Babel zal worden weggevoerd. Niets zal erover blijven, zegt de Heer. Van uw zonen die uit u voortkomen zullen, die gij zult verwekken, zullen zij nemen om hoveling te zijn in het paleis van de koning van Babel. Hiskia zei tot Jesaja, het woord des Heeren dat gij gesproken hebt is goed. Ook dacht hij, nou, is er in elk geval nog vrede in mijn leven. Maar opmerkelijk. Vijanden rondom. Hiskia vernedert zich, roept tot God, hij wordt gered. Voor de ziekte. Hiskia vernedert zich, roept tot God, wordt hersteld. En dit gezantschap uit Babel. Misschien had hij wel moeten bidden. Heer, help mij. Hij was zo blij, zo blij. Want wat zien wij in 2 Kronieken 32...
eist daar een antwoord. Waarom is dit nou gebeurd? 2 Kronieken 32 vers 31. Ter gelegenheid van het gezantschap dat de vorsten van Babel tot hem gezonden hadden, om naar het wonderteken dat in het land geschied was te vragen, was het al dus. God verliet Hiskia. Om hem op de proef te stellen, om te weten alles wat in zijn hart was. God had Hiskia verlaten. Nu zonder mij. Waar ben je dan? Wat doe je dan? Als je alleen bent. Niemand ziet het. Wat doe je dan? Wat zijn dan je keuzes? Zo belangrijk dat je ook dan de goede keuzes maakt. En dat is ook in ons leven zo. Maken wij de goede keuzes, alle situaties, als er beproevingen zijn, als er ellende zijn, roepen wij telkens God aan. Betrekken wij hem in ons leven, want dat is wat hij wil. Een levende relatie. Bij de voorbereidingen kwam ik ook nog een heel fijn hoofdstuk tegen. Dat is hoofdstuk 35. Dat gaat over het heil voor de verlosten des Heeren. Jesaja hoofdstuk 35. Daar staat: de woestijn en het dorre land zullen zich verblijden. De steppen zal juichen en bloeien als een narcis. Zij zal welig bloeien en juichen, ja juichen en jubelen. En daar hebben we het ook over gehad. De vreugde en de vrede des Heeren zal in ons zijn. De heerlijkheid van de Libanon is haar gegeven. De luister van de Karmel en van Saron. Zij zullen aanschouwen de heerlijkheid des Heren, de luister van onze Gods. Sterkt de slap handen en verstevigt de knikkende knieën. Zeg tot de verzaagden van hart: wees sterk en vrees niet. Zie, uw God zal komen met wraak, met de vergelding Gods. God zal dat doen. Hij zal komen en hij zal u verlossen. En dan zullen de ogen der blinden geopend worden. Dan zal de lamme springen als een hert. En de toon van de stomme zal jubelen. Want in de woestijn zullen wateren ontspringen. En beken in de steppen. En het gloeide zand zal tot een plas worden. En het dorstige land tot waterbronnen. Waar de jackals hun verblijven en legeren, zal gras, riet en biezen zijn. Daar zal een gebaande weg zijn, die de heilige weg genaamd wordt. Geen onreine zal die weg betreden. Hij zal alleen voor hen zijn, voor de reinen, voor de geliefden Gods. Reizigers, nog dwazen zullen erop doden. Daar zal geen leeuw zijn, er zal geen gevaar zijn. Geen verscheurend dier zal daarop komen. Zij worden daar niet gevonden. Maar de verlosten wandelen daarop. De vrijgekochten des Heren zullen weerkeren en met gejubel in Sion komen. Eeuwige vreugde zal op hun hoofd zijn. Blijdschap en vreugde zullen zij verkrijgen. Kommer en zuchten zullen wegvliegen. Hier zijn een aantal rijke beloftes in. Wees je daarvan bewust als kind van God, dat dat voor jou geldt. Voor ieder persoon. Wandel daarin. Leef erin. Als een kind van God. En wees vruchtbaar. En tot zegen voor je omgeving. Amen. Amen.